jongens, tof dat jullie er zijn. Hoe ging jullie optreden net? Goed, goed. Ja, lekker man, lekker. Heerlijk. Ja man, het was fucking nice. Goed om weer terug te zijn in Groningen. We spelen hier ook niet vaak. Meestal één keer per jaar of zo. En dit was wel even weer de show. Nou, viel me op jongens. Jullie hebben vandaag niet met het hele team opgetreden. Jullie waren met z'n tweeën vandaag op het podium. Nou, met z'n drieën. Met z'n drieën in totaal. Sorry. Ik neem hem terug. Ik weet waar je heen gaat. Ja. Dopie was hier niet. Dat is jammer, weet je. Dopie is er niet meer bij. Ja, wat ik kan zeggen, Dopie heeft een burn-out. Hij trekt het gewoon eventjes niet meer. Het werkt al niet meer. Ja, de emmer zit op een gegeven moment vol. En dan moet je gewoon even rust nemen. Dus dat is wat hij nu aan het doen is. Ja, shout-out naar Dopie, though, forever. Oh, yeah. Dopie forever. Als je het over fucking Groningen Dons hebt, dan is hij he the man that schooled me, weet je. I'll never forget that, man. Never ever. Is dat blijvend of tijdelijk? Nou, het is voor dit moment tijdelijk. Want wij hopen wel dat Dopie wel weer ooit terug kan komen. Het is nu natuurlijk een issue van dat hij ook zijn own shit op een rijtje kan zetten. En ja, de dingen waar hij nooit de tijd voor heeft gehad. Omdat we constantly toeren, constantly doorknallen. Weet je, hij gaat nu even de time nemen voor zichzelf. En we hope he will be back in a couple of months maybe. And maybe years, we don't know, man. Maar hell yeah, Dopie, my man's forever. En ondertussen, met één man minder, is dat te doen? Je deelt nummers op een gegeven moment in hoe ze lekker zijn om live te doen. Sinds dat vaak niet het hele nummer al is, kun je dat gewoon opschuiven. Dus, en ja, we hebben genoeg chemie samen om de car net zo te trekken als dat je een derde hebt. Het is alleen ja, een ander plaatje. Natuurlijk de kwaliteiten die Dopie had, die zul je missen, want dat waren zijn kwaliteiten. Maar de kwaliteiten die wij hebben, daar kunnen we het weer mee opvangen, absoluut. Gaan jullie ook op zoek naar een vervanger of is dat te snel? Hell no, geen vervanger. Dit is geen K3, fuck dat. Geen K3 City. Dit is geen K3, dit is geen Backstreet Boys. Dit is NSYNC, motherfucker. Hell no. Over naar wat positievere dingen. Jullie hebben heel erg recent, begrijp ik, echt een topoptreden gedraaid. Echt het hoogtepunt van jullie carrière, heb ik jullie horen zeggen. Wat was dat precies? We hadden gisteren dus de show op Doer. Het was niet de eerste keer dat we op Doer stonden. We hebben in 2012 daar al een keer eerder gespeeld. Op de same stage. Alleen toen speelden we in de middag en vanavond, gisteravond hadden we afgesloten. Dus wij waren de last act van het festival. Noisia speelde nog voor ons. Funny little fact. Nee, tegelijkertijd. Nou ja, hun begonnen om 3:30. Wij begonnen om... Nee, 2:30. Wij begonnen om 3:00. Maar goddammit, het was gewoon, eigenlijk gewoon een Groningen special op Doer. Yes. Groningen sluit het festival af en we totally kill that shit. Oké, voordat jullie weg zijn, waar kunnen we naar uitkijken voor jullie? Wat komt als eerste langs? We hebben nog geen naam. Het is wel een project dat we gaan doen met een heel bekende groep uit Amerika, uit New York. Welke groep is dat? Kan je een tipje van de sluier oplichten? Nee. Eerste letter? Nee. Tweede letter? I'm gonna tell you. Yeah. Mad face, motherfucker. Nou, hebben jullie recent samengewerkt met Wu-Tang? Kan ik in die richting denken? Ja, zeker. We zijn zeker wel in contact met de guys. We hebben de laatste tour met hun gedaan op meerdere plekken. We zijn naar de UK geweest, naar Schotland, Engeland. We hebben Nederland ook wat shit met hun gedaan. En ja, de connection has been building up. Is dat misschien, is Wu-Tang misschien de partner waar jullie mee samenwerken voor het volgende project? Misschien wel, hè. Misschien wel, hè. Just that. Get that marmot out my face, man. En Bowling Point, check Bowling Point. New video coming out. Bowling Point is fucking hard. Dus Dopie Runner zit nog in de video's. De laatste video die we nu met hem hebben. En ja, we hebben geschoten in Tsjechië, in Praag. Hij is gewoon fucking hard. Je moet er gewoon kijken. Ga snel naar huis, man. Je moet hem kijken. Als je dat je hem nog niet hebt gezien, is het een schande. Ik ga hem kijken. Jongens, bedankt voor het interview. En heel veel plezier nog. Als je nog even blijft hangen, veel plezier nog. Ja, props, 3 voor 12. Dope DOD, NL. Hell yeah, 3 voor 12. Groningen, nigga. Groningen up in this bitch. From London to Ghost Town. This is the showdown. Pak weer mijn mic, man. Give me that motherfucking mic. Give me that. Take that shit. It's my mic. My G. Respect.